Welkom bij een nieuwe Simon 6. Het is voor jullie donderdag, het is voor mij ook donderdag, alleen het is 1 uur 's nachts. En ik had vanmiddag gezegd in mijn vragenvuurtje dat Dreamfall Chapters klaar stond en dat ik de hele dag ging spelen en dat ik er zin in had. En die game, het eerste hoofdstuk is 5 uur lang of zo, dus ik had hem zeker uitgespeeld vandaag. Waren het niet dat er allerlei dingen gebeurden waar ik even over wil ranten als een motherfucker en iedereen die wil kan heel veel gaten schieten in alles wat ik nu ga zeggen. Wat moe van mijn hart en ik ga het gewoon doen, want fuck it, ik word zo moe van het leven soms. Het leven als gamer en dan ook nog eens een gamer die ook nog eens op de PC wil gamen en dan ook nog eens een gamer die echt de ballen verstand heeft van die shit letterlijk. Weet je, ik heb zo'n hekel aan, weet je wat net gebeurde? Ik heb een programma wat ik open op mijn MacBook waar ik nu op zit om dit soort shit op te nemen en soms open ik die. En dan hapert het zo heel beeld als ik zo beweeg, is helemaal framerate van 1,1. En dat is irritant. En wat ik dan doe, want ik heb geen idee wat aan ligt. En dan restart ik mijn computer en dan doet hij het. Dan denk ik, wat is dat nou voor technologie? Dat je gewoon als dombo je computer maar aan en uitzet en dat het dan weer oké is. Welk probleem is daar een oplossing van? Ik irriteer me eraan. En net zoals dat ik me eraan irriteer, ik heb mijn pc bijvoorbeeld beneden staan op mijn huge ass tv. En ik heb boven een gamekamer met een soort van ander tv'tje. En als ik die pc daarop aansluit met de HDMI-kabel waar die gewoon ook mee werkt op mijn tv beneden, dan doet hij het niet. Dan krijg ik letterlijk geen beeld. En dan heb ik wel, soms heb ik hem aan de praat en dan speel ik er een tijdje op. En als ik mijn pc dan weer echt 4 maanden een jaar raak of zo, zet ik hem aan, dan doet hij ineens niet meer. Wat is dat dan? Dat ding het ineens niet meer doet. Heel irritant. En dat was een beetje om je een voorbeeld te geven. Als je dus zoals ik bent en je hebt geen idee hoe die shit werkt. Je bent echt een technische noob, om het zo maar even te zeggen. En je loopt tegen dat soort problemen aan. Je kunt ze niet oplossen, want je hebt er geen verstand van. En soms doe je dingen en dan is het ineens opgelost. Dat slaat nergens op. Anyways, terug naar Dreamfall. Ik wil jullie even de context schetsen. Ik heb dus vanmiddag ben ik aan Dreamfall begonnen. En oké, ik moet toegeven, ik heb zeg maar een dutje gedaan. 'S middags, ik heb nog eten gemaakt. Ik heb Real Madrid gekeken. Ik heb een hond uitgelaten en nog heel even Destiny, die Weekly Nightfall zit spelen. Maar dat tezijde allemaal, ik heb dus ook heel veel Dreamfall proberen te spelen. En dat begon al vanmiddag, dat ik de game dan aanzet. En dan zegt hij, je moet high settings gebruiken. Ik dacht, flikker op, deze game, ik weet hoe die eruit ziet. Ik weet wat mijn PC kan. Mijn PC draait Battlefield 4 en The Witcher 2 op de allerhoogste settings zonder 1 seconde moeilijk te doen. Dus ik zet alles op awesome. En deze game zou op een Game Boy Color nog wel op awesome gedraaid moeten kunnen worden. En dat was natuurlijk ook geen probleem. Anti-aliasing aan, noem het maar op. En ik had geen problemen ermee. Toen was ik een half uur aan het spelen. Toen dacht ik, ik ga toch misschien maar eventjes. Ik vind het relaxed. Ik zat op de bank, weet je wel. En dan zo'n keyboard en muis. Daar had ik eigenlijk geen zin in. Dus ik denk, fuck it, ik ga drivers downloaden voor mijn DualShock controller. Want dat is ook PC. Je kunt niet zomaar een controller aanzetten, kabel erin en klaar. Dat haat ik. Dat snap ik. En iedereen die nu zegt, wat lul je nou? Tuurlijk kan dat niet. Je moet niet zo moeilijk doen. Dat is het idee van een PC. Je hebt helemaal gelijk. Alleen laat het mij gewoon even haten. Dus daar ben ik een uur aan kwijt geweest om dat voor elkaar te krijgen. Dan werkt het. Dan werkt het meteen perfect. Ik dacht, holy fuck, voor het eerst in mijn leven dat ik iets installeer wat eigenlijk niet de bedoeling is. En wat perfect werkt. Want er is niet een soort van officieel besturingsprogramma voor of zo. Vervolgens ga ik die game verder spelen. Eten, voetbal kijken. Noem het dan maar op, kom ik in een gebied waar je buiten bent, in de stad. En ik ging in die stad rondlopen en die game begint me toch een partijtje te haperen, jongen. En normaal ben ik er niet zo moeilijk mee, maar nu was het echt zo van, wat is het voor scheis? Ik kan best wel 2 minuten even zo, ik moet iets inladen. Dus ik kijk even tegen een frame erop aan of zo, van het is druk, ik kijk tegen een frame erop aan. Maar de game bleef gewoon haperen. En weet je wat frustrerend is op dat moment? Kijk, als ik mijn PS4 CD erin doe en hij hapert, dan is het gewoon een kut game. En in dit geval denk ik, weet je, is het mijn PC die zit te kutten? Is het een game die vandaag uitgekomen door een indie-ontwikkelaar uitgebracht die de boel niet geoptimaliseerd heeft? Waarvan ik eigenlijk niet weet wat betekent. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets optimaliseert, dat een game die er niet eens heel moeilijk mooi uitziet, toch kut draait op een dikke vette bak als ik heb. En ik weet niet, is het gewoon de omgeving? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik gewoon programma's op de achtergrond allemaal aanstaan? Ik heb geen idee wat er gebeurt. Mijn PC runt op elk moment 40 programma's gelijk. Ik heb geen idee wat ze doen. Ze heten Trojan Virus en dat soort shit waarschijnlijk. Maar ik irriteer me daar dus aan. Dus dan ga ik spelen. Kom ik ook nog eens vast te zitten in die game. Ik baal ervan dat die game die zulke mooie muziek heeft. Die me echt, en dit is echt 1000 jaar geleden dat een game hardop deed lachen. Maar
Er zit een soort van best wel lange scène in dat je met zo'n robotje op stap gaat. En die robot is echt de meest shitbot, heet hij. Hij is zo fucking hilarisch. Het is zo leuk geschreven. De voice acting van die robot is zo goed. Het is echt comedy op zijn best. Zoals we die zelden zien in games. Echt, Claptrap moet zich schamen. Is een begrafenisrobot vergeleken met shitbot. Maar anyways, ik wilde van die game genieten, man. En ik merkte dat er eigenlijk nog geen flikken gebeurde. En dat het verhaal echt heel lang duurt om op gang te komen. En dat er veel tekst was. En dat vind ik allemaal niet erg. Want ik vind het universum van Dreamfall fantastisch. En het concept waarmee het neergezet wordt in het begin voelt al meteen zo fucking lekker aan. Alleen ik heb er dus nul van kunnen genieten. Want de laatste uren ben ik bezig geweest met... ik dacht van, nou weet je, ik heb forums zoeken, noem het allemaal op. Uiteindelijk viel mijn internet 3 keer uit. Vind ik ook zoiets. Hoezo valt internet uit? Wat is dat voor meuk ook weer, dat je internetverbinding wegvalt. En dat op een of andere manier, ik zweer het je, als ik die PC aanzet, gaat ineens mijn wifi op al mijn apparaten kapot. En ik kan dan bijvoorbeeld een week met die PC spelen, en dan op dag 8 is in één keer, elk of met een iPad, telefoons, alles, laptop, alles probleem met wifi. En die blijven dan aanhouden zolang die PC aangesloten staat, ook al staat die niet aan. Het is echt, ik zweer het, noem me fucking paranoia, maar het is heel kut. Anyways, uiteindelijk ga ik dus... Wat ga ik nog meer doen? Wat heb ik allemaal gedaan? Oh ja, ik ging dus forums bezoeken en ik zag van, nou weet je, mensen hebben problemen mee. Ik dacht, het ligt niet aan mij. Maar ik zag op YouTube ook video's van mensen die er echt geen problemen mee hadden. Waarbij die echt soepeltjes liep en er echt lekker uitzag. Dus ik dacht, fuck it, weet je. Ik ga luisteren naar wat die guy in zijn Kickstarter mailtjes allemaal zegt. Het is, zorg dat je de nieuwste drivers hebt. Dacht ik, ja, moet ik aan denken. Is wederom, als je zegt, wat ben je een domme mongool dat je over deze shit zit te zeiken. Terwijl je achterhaalde drivers hebt. Prima, je hebt helemaal gelijk en toch ga ik erover zeiken. Ik ga dus die drivers installeren, mijn internet flikkert de hele tijd weg. Want mijn internet flikkert nooit weg, tenzij ik op die PC bezig ben. Slaat ook als een fucking lul op een rumstel. Internet flikt de hele tijd weg, ik ben uiteindelijk 3 kwartier bezig met een update binnenhalen van 300 MB. 3 keer mijn PC opnieuw opgestart. En nu heb ik net die driver updates binnengehaald en noem het allemaal maar op, mijn controller werkt. Ik denk van, nu ga ik de game spelen. Ik restart even mijn PC om nog een keer te kijken dat alles goed geïnstalleerd is. Noem het dan maar op. Ik druk op herstart. Ding blijft gewoon letterlijk een half uur op afsluiten staan met zo'n laat icoontje. Hij sluit gewoon niet af. Dus ik heb en erop gespuugd, heel hard. Daarna heb ik hem gewoon uitgezet door de uitknop in te houden. Heb ik hem weer aangezet. Moet ik ook nog eens een keer 10 minuten wachten voordat alle kutprogramma's natuurlijk geladen zijn. Kun je ook zeggen, ja, kun je gewoon afzetten. Dat kan wel, maar niet als je een fucking noob bent als ik. Dus uiteindelijk is al het opstart gebeuren is klaar. En ik run nog... En ga dus Dreamfall spelen en kijken of de nieuwe drivers werken. Oh nee, want ik klik op het icoontje. Dubbelklik. Gebeurt letterlijk niks. Ik dacht, fuck it, ik open hem wel via Steam. Niks. Echt niet eens een laat dingetje. Ik dacht, wat is deze shit nou weer? Dus ik open andere programma's, weet je. Gewoon Internet Explorer. Een virusscanner gooi ik eroverheen, wat niet echt een virusscanner is. Ik doe allerlei dingen, alles opent die. En Dreamfall opent die niet. En Steam opent die gewoon niet. Maar niet zo van een foutmelding, dat zelfs een mongool als ik nog iets kan googlen. Maar gewoon niks. Letterlijk, dubbelklikken en niks. Ik word zo lijp van techniek die ik niet snap. En ik weet dat er mensen zijn die luisteren en die zeggen... Oké, je eerste probleem is dit, je tweede is dit, je tweede is dit. Je hebt gewoon slechte apparatuur, je weet niet waar je mee bezig bent en je doet alle verkeerde dingen. Ik weet het, je hebt helemaal gelijk. PC-gamen is niet per definitie kut. Maar ik haat het op dit moment. Ik ga nu ook naar mijn nest. Ik wou echt tot fucking 3 uur s'nachts Dreamfall spelen. Sterker nog, ik wou tot 8 uur s'avonds spelen. Dan had ik hem uitgespeeld. Maar helaas, ik kwam dus allemaal dingen tussendoor. Maar ik ga nu mee stoppen. Ik ga morgen ook niet verder, want dan is er een Instant Gamer opname. Wat voor jullie vandaag is. Dat was even mijn rant. Ik moest het even kwijt, want ik wilde zo graag spelen. Ik wilde zo graag in die game duiken. En ik weet dus nu niet eens... Lag het nou aan mijn PC? Weet je, lag het aan mijn drivers? Lag het aan mij, waarschijnlijk. Maar lag het ook aan de drivers? Lag het toch aan die game? Waarvan een ontwikkelaar al zegt, ik weet dat die bij heel veel mensen slecht loopt. Lag het aan andere dingen? Weet je, hebben al die andere mensen ook gewoon, zijn het ook debieltjes net als ik, die niet drivers installeren? Of die niet eens met een programma gestart kunnen krijgen, op wat voor manier dan ook? Anyways, einde rant. Ik ga slapen, is misschien wel het beste. En morgenavond ga ik hem aangooien. En dan hoop ik dat hij het gewoon doet. Want dat is echt, ik zweer, ik ga dit nu nog 1 keer zeggen. Weet je wat het is? Ik weet dat de oplossing van dit probleem is gewoon morgen die PC aanzetten en die game spelen. Want als ik hem nu aanzet en ik speel, ik wil die game spelen, doet hij het niet. Want zo werkt het in het leven. Als ik gewoon morgen zeg van, vet start, gooi mijn PC aan, dubbelklik op die game, start hij hem fucking direct bij de eindbaas. Zo hard dat team start.
En daarom haat ik het. Niet omdat het niet werkt. Jawel, wel omdat het niet werkt. Maar nog harder omdat ik weet dat de oplossing van het probleem er alleen maar in ligt. Wij proberen morgen, dan lukt het wel. Dat in die hele fucking zin is de oplossing. Probeer het morgen, dan lukt het wel. Techniek waarvan gewoon alles zou moeten werken. En de oplossing is dan probeer het morgen, dan lukt het wel. Maar goed, tot die dag dus.